Midden in de stad Rome, een beetje verscholen achter het Altare della Patria, ligt de Capitolijnse heuvel, de Campidoglio, ontworpen door niemand minder dan Michelangelo Buonarroti. Aan de linkerkant ontwierp hij het Palazzo Nuovo en gelijktijdig liet hij rechts het Palazzo dei Conservatori voorzien van een identieke façade. In het midden zien we het Palazzo Senatorio, dat al eeuwen functioneert als het stadhuis. Op het plein zelf kijken je ogen al uit. Je vindt er een kopie van het beroemde beeld van de moederwolf, Romulus en zijn broer Remus. Ook staan aan de ingang beelden van Castor en Pollux, Cola di Rienzo en vinden we beelden van riviergoden van Nijl en Tiber. Wie links van het stadhuis even doorloopt, heeft bovendien een perfecte overview op een groot deel van het Forum Romanum. Centraal op het plein staat het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. Ook dat is een kopie, maar gelukkig is het origineel niet ver weg. De palazzo's links en rechts vormen namelijk de Musei Capitolini. Achter het Palazzo dei Conservatori zit nog een museum, het Palazzo Cavarelli. Daar is een tentoonstelling met Caravaggio's te zien. Om er te komen moeten we door het Palazzo dei Conservatori en dat is geen straf. Op de binnenplaats kolossale fragmenten van beelden. Het hoofd van Constantijn trekt de meeste aandacht. Dat beeld moet zo'n 70 meter hoog zijn geweest. Nu maar hopen dat Donald Trump daar niets van weet. Er tegenover vind je tal van fragmenten uit friezen van de mooiste tempels die Rome ooit heeft gehad. Je kijkt je ogen uit hier. Zelfs als je de trap oploopt, kom je het ene juweel naar het andere tegen. De ontvangstzaal is er een om stil van te worden. Bezoekers die hier 500 jaar geleden voor zaken kwamen, moeten wel geïmponeerd zijn geweest. De eerste zaal achter de ontvangstruimte bevat een legendarisch bronzen beeld, de Spinario. Het jongetje dat een doorn uit zijn voet haalt. Het is een wonder dat het beeld uit de eerste eeuw na Christus nog bestaat. Het stond honderden jaren op het plein voor het Lateraans paleis, achter de Sint-Jan in Laterane. Spinario werd door paus Sixtus IV rond 1471 geschonken aan dit museum. Er zijn maar weinig bronzen beelden uit de oudheid over. Vaak werd het brons hergebruikt en gesmolten voor kanonnen of het baldakijn in de Sint-Pieter. Maar dit beeld bestaat nog. Net als Spinario is het origineel vele malen gekopieerd. Je vindt het beeld op veel plekken in de stad. En wie wel eens door Siena of Pisa heeft gelopen, kan de wolf en de zogende peuters daar meerdere malen zijn tegengekomen. Heel bijzonder is ook deze strijdwagen. Hij is Etruskisch en werd 4 eeuwen voor het begin van onze jaartelling gemaakt. De bronzen versieringen vertellen het verhaal van de held Achilles. Bij afgravingen voor de bouw van het Altare della Patria kwamen brokstukken van een bronzen paard aan de oppervlakte. Na een jarenlange restauratie is het grootste deel van het beeld weer aaneengesmeed en staan we oog in oog met het ongelooflijke vakmanschap van bronsgieters uit de 2e eeuw voor Christus. Even terug naar kopie en origineel van het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius. Dat dit bronzen beeld de smeltoven heeft weten te ontlopen, komt omdat men lange tijd aannam dat dit een beeld van Constantijn de Grote was. Het origineel staat binnen, is verguld en gemaakt met oog voor de kleinste details. Dit beeld en de Spinario werden door Michelangelo bewonderd. Maar brons is brons. En Buonarroti had, zoals we weten, veel meer met steen en marmer. Ademloos heeft hij dit beeld urenlang bestudeerd. De leeuw die een paard aanvalt. De manier waarop de anonieme maker de klauwen en de bek van de leeuw, de zachte buik van het paard, heeft laten vervormen, heeft hem zeker geïnspireerd. Kijk maar naar de hand die Jezus ondersteunt in zijn eerste Pietà.
die duwt het vlees van arm en borst ook op natuurgetrouwe wijze omhoog. En dan nu, zoals beloofd, tijd voor een naamgenoot. Michelangelo Merisi da Caravaggio. Maar, zoals dat ook al het geval was met de tentoonstelling Caravaggio Bernini in het Rijksmuseum in Amsterdam, moet je niet denken dat alle doeken van de meester zelf zijn. Leerlingen en volgers van hem kregen de naam Caravaggisten. Francesco Barbieri, alias Guercini, is er daar één van. Heeft zijn Matthäus en de Engel nog een redelijk normaal formaat? Guercini schilderde de begrafenis van Petronilla, wat zullen we zeggen, op kamervullende grootte. Buiten de expositie om is het museum al in het bezit van twee Caravaggio's. Dit vrolijke doek, de waarzegster, heeft hij meerdere malen gekopieerd en is dus in diverse musea te vinden. Nog vrolijker is zijn Johannes de Doper. Erg religieus ziet hij er niet uit. Het lijkt er meer op dat Johannes flink aan de wijn heeft gezeten. En dan nu de uiteindelijke tentoonstelling. Dat wordt smullen. Grote flip, er mag niet worden gefotografeerd. Er hangt trouwens in die hele tentoonstelling precies één werk van de meester. En dat doek was ook al te zien in Amsterdam. Ik ga de stad maar in. Daar zijn vast nog wel een paar Caravaggio's te vinden.